Sjaak, kom dus uit. Ik wil wat weten van je. Sjaak, je gaat een bijzondere tocht maken. Ja. Waar ga je heen? Nou, we rijden eerst naar Amsterdam. We gaan de tolk ophalen in de gids en een begeleider nog van het Rode Kruis. En er is nog een familie die teruggaat. Die rijden dus terug mee naar Oekraïne. Wat dat de reden voor is, weten we niet. En dan zijn we bij het Amsterdam. Met een reistertje. En dan rijden we dus naar Rijswijk, naar de verzamelplaats waar de goederen liggen. Dan wordt die bus helemaal volgestaan, zowel binnen als onder in de laadruimte. Ze worden helemaal volgeladen met medicijnen, hondenvoer, kleding. Ja, alles wat wils is. Ja. En dan rijden we dus naar Hengelo. Dan stapt er nog iemand op. En dan gaan we naar Warschau. Ja. En dan hopen we dus morgenavond aan te komen, ongeveer zo'n 1700 kilometer. En dan moeten de goederen dus rondgebracht worden. En zaterdagmorgen rijden we dan weer terug. Dan worden de gasten ingeladen. En dan rijden we één tour door. En dan proberen we zondagmiddag ongeveer weer terug te zijn. Die gasten zijn vluchtelingen? Dat zijn vluchtelingen. Veelal kinderen met hun moeders. Maar we hebben nog geen planning waar ze gebracht worden. Dat regent dus die organisatie waarvoor we dus rijden. Maar we moeten het wel zelf bedruipen. Ben je al een paar keer op en neer geweest? Nee, ik zelf nog niet. Marco Velder, die woont dan ook in Hoek van de Veen, die is al één keer mee geweest. En dat de voorzitter van onze vereniging 3 keer. En dit wordt dus de 4e keer dat we dit doen. Vorige week met 2 bussen. En dit houdt nog wel eventjes aan. Dus... We zijn er nog niet vanaf. Jammer genoeg, althans. Ja. Het zou voor iedereen prettig zijn als het... Maar de mensen kunnen jullie ook financieel steunen. Ja, er is een banknummer, dat zullen we zo niet laten zien. Ja, we hebben heel veel steun gehad. Deze rit wordt helemaal door Amersfoort in Hoogland en alle vrienden, kennissen, ook waterlijners en keilijners, die hebben mij daarin gesteund. En we hebben gelukkig het geld bij elkaar gekregen om dit te doen. En nogmaals, jullie doen dit als vrijwilliger, neem ik aan? Ja, allemaal als 100%. 100% vrijwilliger. Ja, in zoverre de brandstofkosten. En die worden dus vergoed door die actie van ongeveer zo'n reiskost, ons zo'n 3.500 euro. En dat proberen we dan op te hoesten met sponsoring, wat ik al zei. En ik moet iedereen er hartelijk voor bedanken die hier aan meegewerkt hebben. Ja, geweldig. Ja. Oké, veel succes. Ja, het zal zeker lukken. Ja. De Glazet, Dorps TV voor en door Hooglanderveen.